Super dat u allemaal weer gekomen bent. Um, deze lezing gaan we dus verder. Uh, wat betreft ook de mentaliteitsverschillen: Slavische mensen, um, Westerse mensen. En ik blijf erbij dat we ontzettend veel met elkaar kunnen. En um, ja, dus geen geopolitiek. Alleen begrip, begrip, begrip voor de andere kant van het verhaal. En ook van de mens. Dus ik heb het de laatste keren gehad over hoe Slavische mentaliteit verschilt van die van de Westerlingen. En natuurlijk zijn daar heel veel andere dingen nog over te zeggen. En alsjeblieft, mochten Oekraïners hiernaar kijken of Russische mensen. dan weet ik in wat voor spagaat we nu zitten. En hoe moeilijk het ook is om als Westerse vrouw daarover te spreken. En dan weet ik dat ik nog een heleboel dingen heb weggelaten. En of dat nou is de 19e eeuw, en of dat nou Peter de Grote is, of dat zijn de Oekraïnse schrijvers. Uh, maar nogmaals, ik hoop, ik hoop dat deze broedervolkeren. Volkeren, in principe morgen al om de tafel moeten in dit drama. Maar we weten ook allemaal dat dit zeker nog twintig, dertig jaren gaat duren voordat dit enigszins weer goed kan komen. Maar desalniettemin over die duizend jaar Slavische geschiedenis tegenover de westerse geschiedenis. Dat even een korte samenvatting. Afgelopen weken hebben we het dus gehad over verschillen en overeenkomsten. Maar dat daar in het Slavische blok iets meer de neiging is om wat, uh, ja. Uh, uh, wat apathische misschien te zijn. Iemand anders noemt dat melancholisch. Iemand anders uit de zakenwereld die zegt aan mij... van Rietruijs, waarom lachen ze niet wat meer? Goed, dat heb ik kort even geschetst. En daarnaast ook uh, ja, de eigenschappen die zij hebben ontwikkeld... waar wij weer van kunnen leren. Hè? Maar dus als reden één, heel kort door de bocht... was 400 jaar Mongoolse bezetting. Ze hebben dus de hele renaissance gemist. Humanisme, scholastiek, uh, uh, alles wat hieruit voortkwam. Ja. Verder heb ik het kort gehad over de Tsarenperiode. En de Tsarenperiode heeft uh, andere onderdrukkingsmechanismen met zich meegebracht. Dat houdt niet in dat alle Tsaren uh, 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 even slecht waren of autoritair waren. Er waren kopstukken bij, absoluut. Die. Uh, Boven alles denk ik aan Peter de Grote, denk ik aan Alexander de Eerste, de man met Napoleon. Ja, daar hebben we het helemaal niet over gehad. Maar nogmaals, ik, uh, je kunt niet in vier keer duizend jaar geschiedenis pakken. Maar Catharina de Grote. Maar het absolute doel was en het streven was door de hele geschiedenis heen, is uh, aansluiting bij Europa. En daar blijf ik bij en daar blijf ik me voor inzetten. Rusland. En Oekraïne, horen bij Europa en kijken wat er nog mogelijk is na deze enorme dreun. En vorige week kort gehad over de periode van het communisme. En ik ben daarin niet doorgegaan over Stalin. Dat is allemaal eventueel voor vervolglezingen. Um, ik ben vooral gaan inzoomen op de jaren zestig en zeventig en tachtig. En daar kunnen we ook weer veel over vertellen. Wat betreft de Koude Oorlog, de Cuba-crisis, wat we hebben meegemaakt. Maar net zo goed de Vietnamoorlog. Alleen ons wiegje stond in het Westen. En zo hebben wij de berichtgeving tot ons gekregen. En ik kwam in de jaren van het communisme nog net Brezhnev, Andropov, Chernenko, En dan in 1985 komt meneer Gorbachev. Ja, dus uh, ik kreeg het vanaf de hele andere kant. En, en ja, dat, dat, dat was schakelen. En natuurlijk met een westers vooroordeel. En ook een, een westers vooroordeel waar een kern van waarheid in zat. Want ze hadden daar natuurlijk geen meer partijenstelsel. Je had een communistische partij. En, uh, maar ik blijf zeggen hoe, hoe bij mij daar. De schellen van de ogen zijn gevallen dat mensen daar ook gelukkig konden zijn. Ja, dat was een, dat was een, dat was een les voor, voor, voor mijn leven. Met nogmaals. Uh, nee, ik wil nog één ding benadrukken. Wat ik ook een hele belangrijke vind. Waar wij in Europa heel veel mee kunnen. En wat toch dankzij het communisme uh, is, is, uh, is gebeurd. Dat is de hoge opleidingen van de Sovjetmensen. Dus nu zijn het geen Slavische mensen meer. Tuurlijk, de achtergrond is Slavisch, Oekraïne, Russen, Wit-Russen, en daar komen later dus de grote Sovjetlanden bij. Maar ik blijf zeggen: in die jaren 60 en 70 was het daar zo normaal en werd het zo gepromoot dat je opleidingen moest hebben en dat je als vrouw mocht studeren. En dat je nou ja, op jouw manier een waardigheid kon ontwikkelen. Maar, dan gaan we weer die maar nog een paar keer zo doen. Dus in de Sovjet-tijd uh, kon je als vrouw studeren. En opnieuw, denk aan Merkel, met scheikunde, met natuurkunde, met veel opera -zangeressen, met techniek, met cultuur, met, 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 boef, met sport... Met wetenschap, astrologie, ruimtevaart, allemachtig, wat had je daar ook wat om, om, uh, om jezelf te laten gelden. En om zeg maar te scoren en om te presteren. Met opnieuw nog even een herhaling, in het Westen gingen wij juist presteren met consumptiewereld, met democratie, met materialisme ook. Met individualisme. Met heel veel zaken die ons echt kenmerken nu. Mooie dingen. Maar ook ze kunnen doorschieten naar de andere kant vandaag de dag. En dat is dus absoluut onze rechte recht, uh, hersenhelft die bij ons heeft ingezet op scoren. En op je onderscheiden. Bij wie wil je horen? En dat had je dus daar niet. En daar is het dus meer, wat ik zei, die hoge opleidingen, maar vooral wetenschap, techniek. Ik heb versteld gestaan hoeveel ingenieurs er waren en met heel veel uh, um, nou ja, cultuur- en opera-zangeressen en, en, en scheikundigen en iedereen die professor was. Ja, ook in de Oeral, ook in Oekraïne en ook als je op de Kolgoze. Ik werkte op een Kolgoze als student en zag hoe jij. Ik heb daar mijn, mijn, mijn melkdiploma gehaald, dat is, is ook altijd nuttig in het leven. Maar hoe, hoe, hoe mijn vrouwen daar de boel aanstuurden en hoe ze uh, het hoofd waren van alle tractoren of uh, ja, logistieke deel. Maar kortom. Zij hebben dus nogmaals uh, deze, deze hoge opleidingen, maar dus zonder economie en marketing en hoe je een land echt moet besturen. Ja? Dus met de hoge opleidingen uit het Oostblok kunnen wij heel erg veel. Maar daar gaan we weer. Je kunt dus inderdaad voelen met onze aard, met onze economische achtergrond. Een land kan dat niet volhouden. Dus daar had ik veel discussies over. In 85, 86, 87. En daarmee gaan we naar het einde van de Sovjet-Unie. Met alle vragen die ik daar had: de vliegtuigen die niet meer onderhouden waren, de kunstmest die niet meer overal naartoe werd gebracht, uh, tractoren, ik weet niet hoeveel andere boelen. En de hele boel ging onderuit. Voor ons logisch, maar ook om je te verplaatsen wat daar is gebeurd de afgelopen 30 jaar. Dat is toch meer dramatisch geweest. En dat merk je bij alle mensen van jullie leeftijd. En ook de kinderen die nu 18 jaar zijn of 19 jaar, die hebben de ouders die natuurlijk deze verhalen vertellen. Maar ook op deze manier nog denken. Dus het is heel dichtbij, 30 jaar geleden. En daarmee gaan we dus even schakelen in de tijd. De val van de muur. Is voor ons westerlingen ook heel logisch. En dat gun je deze landen ook. Overigens heeft de Russische regering de afgelopen tien jaar meerdere malen erkend, en ook Poetin, dat een Polen, een Tsjechië, een, een Hongarije, een Roemenië dat waren bezette gebieden die werden genoemd de satellietlanden. Ja. Dus dat is erkend dat dat nooit bij de, uh, uh, ja, bij de Slavische blok heeft gehoord. Laat staan dat daar inderdaad rechten waren. Maar dat heeft allemaal met Tweede Wereldoorlog te maken. Dat staat alleen bij de conferentie van Potsdam en bij, Sta en bij uh, Yalta. Dus uh, nou ja, waar, het, waar het mis is gegaan, maar waar je ook een ijzeren gordijn uh, neergedaald krijgt. Maar om dat even nog duidelijk te maken: in 1989. Kruip even in de tijd. Wie hadden wij toen aan de macht? Denk aan onze Ruud Lubbers. Denk aan, 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 aan Helmoet Kool. Denk aan Genscher, minister van Buitenlandse Zaken. Denk aan, aan uh, in, 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 in Frankrijk Mitterrand. In Engeland hadden we dus uh, Major. Ja, want Thatcher was net weg. In Amerika hebben we George Bush, Senior. En daarmee Gorbachev, de val van de muur. Ik heb het u aangegeven van, uh, dat Gorbachev eigenlijk heeft te kennen gegeven van... ...alsjeblieft Helmoet Kool, ja? doe me dat nu niet aan om die landen nu al helemaal vrij te geven. Uh, de DDR, want uh, nou ja, ik kan niet zonder tegenprestatie thuiskomen. Dus ik ga nu niet door over de geopolitiek, het speelt. Want hier is die beroemde belofte gemaakt van de NAVO gaat geen centimeter verder oprukken. Maar voor ons gevoel, het oude Oost-Europa, wat bezet is geweest door de Sovjet-Unie, is nu vrij. Ja? Maar dat heette in de Sovjet-tijd de, uh, de satellietlanden. Nog even korte herhaling. Dus dat is Polen, uh, DDR, Tsjechoslowakije toen nog, Roemenië, Bulgarije, um, Hongarije. En natuurlijk een aparte status voor Joegoslavië, uh, DDR. Dus dit is nu 1989, maar nog steeds bestaat de Sovjet-Unie. En wat is dan de Sovjet-Unie, waar Gorbachev op zijn laatste benen loopt? Dat is dit hele gebied. Nou is deze kaart up-to-date, dat heet um, al deze kleurtjes. Ja. Dat was in 1990, dus die Sovjet-Unie, was nog helemaal roze. Rozen, dus de Sovjet-Unie. Alleen nu in het kort, want dat is een aparte lezing. De grenslanden van Rusland nu, maar hoe men met elkaar verbonden is. En misschien herinnert u zich, of het is meerdere malen in ons nieuws, dat uh, Poetin die dan uh, inzet op, uh, uh, of, of meerdere malen op, op wordt gedrukt van dat Poetin zegt. De ineenstorting van de Sovjet-Unie was de grootste geopolitieke catastrofe van de 20 e eeuw. Ja, in verlos van, van het drama van de Tweede Wereldoorlog, met ongeveer 28 miljoen doden, ook iets waar we in de westerse wereld te weinig. De, in de Koude Oorlog ook aandacht voor hebben gehad. Daar zit ook een stuk frustratie om Russen vandaag de dag te begrijpen. Maar Poetin bedoelde: de ineenstorting van de Sovjet-Unie is, is een grote geopolitieke catastrofe geweest van de, de 20e eeuw. En als ik dan hoor dat Mark Rutte of dat Nederlandse politici of menig columnist er weer op gaat inzoomen: van zie je wel dat Rusland, dat Poetin expansionistisch is. Dat hij de Baltische landen wil binnenvallen en dat hij Oekraïne helemaal wil innemen. En dat hij in Wit-Rusland en in Georgië aan het dreigen is. Ja, even los van dat we daar de laatste keer op terugkomen. Daar is geen enkel bewijs van. Ja, het, is in principe een, 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 het was in principe een opmerking om begrip te hebben voor zijn eigen volk. Ook Oekraïners, ook Russen en Wit-Russen en Kazachen. En hoe moeten we dat plaatsen om dit nu alleen weer in helikopterview te doen? Dat is, nogmaals, Gorbachev, val van de muur. De Sovjet-Unie bestaat nog. Maar die wankelt aan alle kanten. Met nogmaals heel veel werklozen, heel veel problemen. Geen water en geen licht meer. Maar in wat toen helemaal roze gebied was, Sovjet-Unie, ja, daar gaat het dus nu uh, 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 ook heel hard onderuit. En wat is Sovjet-Unie? Dat is Unierepublieken, al die kleurtjes. Ja. Wat dus zeg maar 70 jaar heeft bestaan in de communistische tijd, opnieuw dat er ook een stuk geluk is geweest, vooral in de jaren 60, 70. En als u iemand spreekt uit Oekraïne en in Rusland, dan zult u heel vaak een stukje weemoed horen. Met opnieuw nostalgie is overal. Maar deze klap is ook veel groter geweest dan dat we ons überhaupt kunnen indenken. En dat hebben we gemist in de westerse wereld. Maar Unie. De Sovjet-Unie is dus bijvoorbeeld Sovjetland 1, Rusland. Sovjetland 2 is Estland. Sovjetland 3 is Letland. Sovjetland 4 is Litouwen. Sovjetland 5 is Wit-Rusland. Sovjetland 6 is Oekraïne. 7, Moldavië. Waar het nu over gaat. 8 Georgië. 9 Armenië. 10 Azerbeidzjan. 11 Kazachstan. 12 Oezbekistan. 13 eh, Turkmenistan. 14 Kyrgyzstan. En 15 eh, Tajikistan. En een aparte status voor Mongolië. Nogmaals, alleen in het kort. 70 jaar lang hebben de mensen daar ook een soort unie gehad. Je had één taal. Je had één munt. Het was heel normaal om in elkaars landen te werken. Ja, al mijn vrienden en ze hebben verhalen dat hun ouders of hier aan de Noordelijke IJszee. Uh, uh, ver, gingen verhuizen om als ingenieur te werken. Mijn goede familie die werkte in Kazachstan bij Baikanoer. Je had heel veel mensen die gingen naar Georgië om te werken. Er waren mensen in de oliemaatschappij bij Azerbeidzjan. Dus. Of je, je trouwde met elkaar, je leefde met elkaar, je had, je, je, je had op jouw manier je zorgen en je, enzovoort enzovoort. Maar heus, dat is, dat, is, dat is ook een bepaalde uh, 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 ja, een, een maatschappij geweest om je te verplaatsen in de Slavische mensen waar, je, waar wij te weinig van weten. Het hartland, waar we vooral deze cursus het over hebben, is Wit-Rusland en Slavische landen. Omdat ik gewoon dit het meest Europees vind, met nogmaals dat verschil. Ja, dus uh, Ook nog even in het kort. Want deze landen zijn toch nu meer gericht op Azië en, en met Rusland, houden ze een goede band. Vooral omdat het hier weer beter gaat. Als dan die Sovjet-Unie in elkaar stort, na, nadat uh, Oost-Duitsland een aparte weg gaat, moeten jullie je voorstellen, bijvoorbeeld in Estland. Daar heb je nu anderhalf miljoen inwoners. En nou ja, nu wat minder. 1,3 miljoen. Heel klein landje, hè. Dus zo groot als Nederland, met maar 1,3 inwoners. Maar daar was men ook met elkaar getrouwd. Dus in dat Estland heb je dus van die 1,3 inwoners, was wel een derde was Russisch. Die hebben daar of in de tijd al geleefd, of die zijn daar in de jaren 60, of in de jaren met Stalin, die vreselijke moeilijke tijd, naartoe gebracht. Maar die leven daar nu, hoe moet dat dan in 1991? Ja, want je, wil misschien, uh, ja, je bent geboren in dat deel van Estland. In Narva ziet u dat heel duidelijk. Een grote Russische minderheid. Ook in Tallinn. Maar ja, je kunt niet zomaar 1, 2, 3 na, naar jouw land terug. Want hier is het ellende. Er zijn geen woningen, er is geen water, er is geen licht. En hetzelfde geldt voor Estland: problemen. Daar komt langzaam een grote broer bij. En die broer, dat is Finland. Ja, die gaat er massaal met geld tegenaan. En nogmaals, een miljoen mensen, die krijg je nog wel eens democratisch. In een klein land gaat dat veel sneller. En de oude roots met de Hanse tijd. Maar desalniettemin, een derde van die mensen is Russisch. En als je daar al in de tsaren tijd hebt geleefd. en jouw voorouders die hadden daar een boerderijtje. ja, dan, 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 dan ben je nu Est. Maar je hebt wel Russische roots. Dus wil je echt terug naar, naar, naar Rusland? Nee, want jouw boerderij of jouw oude kolgoze of jouw flat staat in Narva. Dus dat is heel dubbel. In Letland, heel kort door de bocht. Hebt u Letten? 2,5 miljoen. Maar daarvan is ongeveer de helft, 45 procent, is Russisch. In Litouwen, ja, agrarisch gebied. Zelfde verhaal, alleen minder aantal Russische mensen uit de Tsarentijd, uh, 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 omdat hier de collectivisatie nooit zo heeft doorgewerkt. Zeg maar 15% Russen. Ja. Dan hebben we Wit-Rusland. Nou, dat is, dat is zo goed. Hè? Dat, is, dat is heel veel overeenkomst, alsof we met Vlamingen en de Nederlanden te maken hebben. Ja. Dus 10 miljoen wonen er hier. En dan hebben we Oekraïne, het probleemgebied van vandaag de dag. Ja, dat, is, dat is nogmaals duizend jaar met Rusland verbonden. Ga ik het even in een soort elleboog duidelijk maken. Die elleboog. Ja, dit is altijd Zarengebied geweest en die onderkant ook, waar nu met Odessa en, en de Krim. Dat is altijd Russisch, Russisch talen geweest. Ja, dat, 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 dat midden en die westkant. Dat is nooit bij het oude Tsarenrijk geweest. En daar zijn ook die problemen ontstaan. Dan hebben we Georgië. Georgië heeft vanaf de 17e, 16e eeuw al aansluiting bij het Tsarenrijk gehad. Omdat ze uh, uh, in de problemen kwamen met het Ottomaanse Rijk. Hè? De islam uh, die kwam oprukken. Dus Georgië is ook al heel lang verbonden. Ik weet niet alles. Alle, alle taxichauffeurs, alle mensen in Moskou. Georgiërs en Russen ook met elkaar samen. Hier hebben we Armenië. Ook al heel lang een band uit de tsarentijd en in de communistische tijd. Met nogmaals alle problemen met Stalin en Aino. Maar om te voelen hoe die mensen met elkaar verbonden zijn en ook één unie hadden. En heb je hier Azerbeidzjan. Nou, dus ongeveer 9 miljoen mensen. Hier uh, 3 miljoen, hier 3 miljoen. Azerbeidzjan is het grootste en ook uh, van oorsprong uh, islam. 9 miljoen. Hier hebben we Kazachstan, heel groot land. Ontzettend veel Russen zijn getrouwd met Kazachen. Dus u woont hier in Kazachstan. Wat moet u in 1991? Woonde u daar al in, in de Tsarentijd? Of woonde u daar in 1940 en in 1950? Moet je dan maar terug naar Rusland? Dus, en hetzelfde is met Ghanië, Oezbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan enzovoort. Nogmaals, je reisde naar elkaars landen toe in die afgelopen jaren. En zo makkelijk was het echt niet om even. Daarbij hebben al die landen armoe, ellende, de ineenstorting van communisme. Hoe moet je nu voor het eerst een land op de rails zetten en het zelf doen, terwijl altijd het tsaar dat in Moskou heeft gedaan, de adel of in de communistische partij de staat? En dat is wat Poetin bedoelde, de grootste geopolitieke catastrofe, hoe daar mensen dus uh, buiten hun grenzen kwamen. Dus 30 miljoen van die Russen, die belanden dus in, uh, ja, hier, 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 hier. En, en, en wilden je terug naar Rusland, daar was geen huisvesting. Weet u, denk ik, alleen even aan, de, aan in dit geval de DDR, de DDR... Met, uh, waar Poetin zelf zat, trouwens, in uh, Dresden. Daar alleen al moesten circa 400.000 manschappen. die moesten terug naar, naar huis. Naar, naar, in dit geval naar Rusland. Want de Sovjet-Unie bestond niet meer. Dacht u dat er iets was geregeld voor die 400.000 manschappen? Ja, wat herinner ik mij hier aan de grens? bij, eh, bij Wit-Rusland. Allemaal tentenkampen, allemaal containers, waar al die voormalige manschappen uit de Sovjet-Unie jaren hebben gebivakkeerd. Soms werden ze ingezet voor de oogst. Maar het, het, het helpen opruimen, Tsjetsjenië begint te rommelen. Dus u begrijpt, overal met die armoede, uh, ja, dat de eerste oorlogen gaan uitbreken. Ga ik niet over door. Naar Korno-Karabakh. Dat is een strijdgebied tussen Armenië en Azerbeidzjan. Omdat hier religie ook komt. Ja, Azerbeidzjanen willen ineens dus uh, de. de uh, nou ja, je was nu ook vrij om je eigen religie te hebben. Maar lastig. Armeniërs zijn christelijk. En door armoede wordt dat allemaal nog heftiger. En dan krijg je de oorlogen natuurlijk. Uh, Oorlogen, nou niet te vergeten, de Krim. De Krim is altijd Russisch geweest. Ja. En nu is dus nogmaals dit blok het moederland van de Slavische gebieden. In hun armoede denk je, als wij maar onafhankelijk worden, dan gaat het vanzelf goed. En Oekraïne op zijn manier dacht. Van. Wij zijn eigenlijk altijd al beroemd geweest van de graanschuur. Dus met die graanschuur, daar gaan wij vast, dan kunnen wij ons eigen land op poten zetten. Maar ze waren ook even vergeten dat dan hetgeen wat normaal door de communistische partij werd geregeld, aan zo goed als gratis gas naar Oekraïne, zo goed als gratis kunstmest, tractoren, dat hield er nu ook allemaal mee op hè. Want als je zelfstandig bent, ja, dan houdt dat ook in dat je op eigen benen moet gaan staan. En dat bleek voor alle landen veel moeilijker dan gedacht. Dus Oekraïne wordt dus ook bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991, Gorbatjov op zijn laatste benen. Gorbatjov ja, met dat NAVO. Uh, belofte, dacht nog even de boel te kunnen redden. Maar hij valt van zijn troon. En daarmee is het einde verhaal. Sovjet-Unie stort in elkaar. Maar nogmaals, het was arm, lieve mensen. En, uh, en, en in die armoede hebben, hebben ook logisch deze landen gedacht: ja, dan, dan gaan we onafhankelijk verder. Heel veel te vertellen over de Kaspische Zee. Wie heeft het recht dan op de olie? Wie heeft het recht op de... Kijk, want als die olie voor die tijd van de Sovjet-Unie was... Nu krijg je... Ja, claimt dit stuk van de Zwarte Zee met olie. Kazachstan zegt nu... Nee, dit is van mij. Um, R -R 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 Rusland claimt de olie. Dan hebben we hier Iran. Kijk, en voor die tijd was het allemaal van de Sovjet-Unie en met Iran... Dus alleen, dit is maar één voorbeeld van de tig voorbeelden wat helemaal fout gaat lopen. En nogmaals die armoede. Maar als belangrijkste punt, omdat ik gefocust ben op het Slavische blok, wat betreft wel of niet aansluiting met Europa, het gemis van, ja, ik ga op die kant zitten met de menselijke kant. Van uh, in hoeverre is dat allemaal uh, uh, in het westen? Uh, hadden we dat iets meer kunnen weten wat er, wat er nu fout gaat. En ik blijf ervan overtuigd dat in de westerse wereld hebben wij te weinig meegekregen van die ineenstorting. Maar ook eh, wat tot op de dag van vandaag een probleem is, omdat we achtergronden missen met Oekraïne en met Rusland. Um, en ik ga nu ietsjes dieper erop in wat in beide landen heeft gespeeld, Oekraïne en met Rusland. En dat is um, dat is um, um, hoe gaat het dan hoe gaat het dan met de mensen verder? Um, wat betreft voor het eerst Zelfstandig zijn en hoe je, hoe je aansluiting wil vinden met Europa. Want dat was natuurlijk het voorbeeldland. Ook nog even naar Amerika en, het, en Europa. Hier zijn wij uh, ongetwijfeld begaan met en je hoopt dat het die mensen uh, goed gaat. Maar hier is wel al het begin. Dat wij toch wat in die sfeer komen en dan toch Amerika met name. Van ja, ons systeem is gewoon het beste. Het kapitalistische stelsel, dat heeft gezegevierd. en dat heeft ook mankementen, maar is uiteindelijk het allerbeste systeem. Democratie hebben wij, vrijheid hebben wij. En vergeet ook niet, wij komen in de roaring 19's. 2008, dat we de eerste klappen gaan krijgen. met de economische en financiële crisis. Dat is nog ver weg. Maar juist dat dat ons ontgaan is in die westerse wereld. Dat daar het drama zo enorm is. En dat daarom ook vandaag de dag. dag een, een, een bepaalde behoefte er is, in ieder geval in Rusland. voor een leider die de boel daar op de brils heeft gebracht. Ja, die, wij missen de achtergronden van de jaren negentig. Het kwam niet meer in onze krant. Het was uit de mode. Of we hebben het niet gevolgd. Echt jammer. Heel erg jammer. Maar omdat ik er middenin heb geleefd, blijf ik zeggen: daar ligt de hoofdoorzaak. We hebben dat niet goed begeleid. Met alle goede economen, met alle goede geopolitici. Want u had ze wel. U had brede kijkers. Maar uiteindelijk zijn ze. Weggehoond. En zelfs die oude Kissinger, ja, die gisteren nog bij het uh, WEF gesproken heeft, met een soort waarschuwing: niet meer wapens leveren aan Oekraïne. We moeten om de tafel. Ja, Kissinger is echt wel een havik uit de oude tijd, hoor. Maar toch heeft hij een vooruitziende blik en heeft hij ook gezien in de jaren negentig wat er allemaal fout is gegaan. Dat, dat van, nou ja, in dit opzicht zie ik hem toch bij de, bij de, bij de mensen met, met de, ja, de grote geesten die verder keken. Ik blijf zeggen, er waren ambassadeurs, er waren goede mensen bij die zeiden, deze kans moeten we grijpen om nu samen op te trekken. Maar ik geef u maar vier voorbeelden die in en Oekraïne en Rusland helemaal fout zijn gelopen. En omdat je er dus zelf middenin leefde en ook met, 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 met uh, onmacht tegenaan kijkt. En ik blijf hameren op dit ding. Hoe moet je het nu zelf doen? Je hebt duizend jaar zelf niet geleerd. Of onderdrukking, of tsaren, of een communistische partij die voor jou zorgde. En nu ben je vrij. Dus, eerste plaats de. Rechtspraak. Een grondwet die op poten werd gezet. Dus Nederlanders er nog wel trots op dat wij onze medewerking daaraan mochten leveren. Maar dan gaat die weer theorie, theorie. Maar de praktijk, hoe die begeleid moest worden. En uh, bijvoorbeeld in die grondwet: uh, de hele, de hele de juridische kant. Die is natuurlijk zo belangrijk. U bent in principe. Ook al bent u werkloos, ook al hebt u het heel zwaar in die tijd. Je hebt nog één ding en dat is je eigen woning. Nou, en dit heb ik bij tig vrienden en mensen gehoord. Hoe hier uh, geen kadaster bestond. Daar nou, had nooit van gehoord. Alles was van de staat. Die fletjes. Ja? Al die bedrijven, die staalbedrijven. Al die mensen die, 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 die werkten op, op, op toen nog de grote koolgozes. Was van de staat. Ja. Ik weet nog goed, ik werkte toen voor de firma Goudkeul. Een, want hier komen ook de eerste Nederlanders die gaan zaken doen. Prachtig. Dat hoort er ook bij. Hoewel ik later niet wil vergeten te zeggen ook wat, wat daar net zo goed uh, uh, mis is gegaan. Maar goed, het ontroerend goed verhaal is helemaal fout gelopen. Geen eigendomsrecht, geen. Uh, geen kadaster. Dat moet je mensen leren en bij de, en bij de, en bij de arm nemen. En uh, wat ik u zei, met meerdere mensen gewoond. Kijk, als u in de buitenwijken woonde, dan had u een vletje. En daar kijkt u wat griezelig tegenaan, van oh god, je zult toch maar allemaal in dat oostblok in die flatjes leven. Ja, oké, okay, dat was misschien uh, voor, voor westerse begrippen allemaal niet even luxe, maar u had wel op vrijdagavond dat u naar de datsja ging. En de datsja is een klein houten blokje toen, maar daar ging u sterrenhemel kijken, vissen vangen kunnen ze heel goed, spiritueel leven hebben zij veel meer kaas van gegeten dan wij, een stukje bezinning, een stukje rust. Ja, dat is daar echt een hele, hele sterke. Dus je ging je problemen vaak oplossen met. Hè, uh, naar de dacha toe. Die had je ook nodig omdat je je eigen aardappelen moest verbouwen. en de eigen appels. Maar goed, dat is het leven in de vletjes. en in de weekenden naar de dacha. Maar als u in de stad woonde. Dan was enerzijds de pech dat je dan communaal vaak woonde. Denkt u in Amsterdam, dan grachtenpanden. Dan ben je maar alleen die, die Moskouzen of die grachtenpanden in Kiev, die waren heel oud, daar was 60 jaar niets aan gedaan. Maar je, je had als, als voordeel dat je in de stad leefde. Dus je was overal dichtbij, bij theaters, bij, bij metro, bij je werk. Maar je had als nadeel dat, daar, dat je vaak met vier gezinnen samenleefde. Nou, ik heb dat niet als negatief. Ervaren. Het is ook, ook daar komen weer de eigenschappen naar voren met saamhorigheid en met een beetje gitaar spelen en met samen huilen en samen feesten en samen de koelkast delen, samen een ei pakken en, 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 en whatever. Maar waar ik naartoe wil is dat op een goede dag, grote man in de keuken, zo'n zonnebril op, Chanel aan de zijkant, zo'n pak aan, enorm hoofd, zwarte puntschoenen aan. Ja, en iemand die zei in het kort, 19, ik heb het nu over jaren 90, 1995. Mensen, allemaal uit de woning. Ja? Ik ben hier nu eigenaar. De staat uh, ja, functioneert niet meer, is uh, failliet. Het spijt me heel erg voor u, maar u moet er allemaal uit. Er was niets tegen te doen. Ja? Wie dan ook, bij, weet u, in Nederland gaat uw naam notaris. Is bij ons al eeuwenlang een begrip. In Nederland ga je naar, naar een sociale dienst die, die jou helpt. Onmogelijk. En dit is een, uh, ik ga niet in details, wat je bij andere mensen hebt gehoord. Deze grote kerels die nu in Marbella leven. Die nu bewijzen van, in onze media staan van, oh die hebben al die jachten, dat zijn vriendjes van Poetin. Lieve mensen, het is nog niet het Poetin-tijdperk. De echte corruptie, de echte Wild West, ontstaat in de tijd van Yeltsin, als Yeltsin president is. In de jaren negentig, omdat het Wild west gaat worden. En wij in het Westen hebben wat meer gedacht en hebben ook gepusht. En in dit geval met name de Amerikaanse regering, dat het... Uh, uh, dat was toen Bob Bush en daar komt uh, in tussentijd gaan we over naar de Clinton-tijd, gaan we naar de Jeffrey Sachs, gaan we naar de Wereldbank, gaan we naar het IMF. Wij hebben van Rusland als het ware eh, eh, uh, 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 opgelegd van ga nou maar voor een shocktherapie, dan ben je het snelste door de pijn heen. Shocktherapie met ook weer, denk ik, goede bedoelingen, maar naïef. Wij hadden in Oost-Duitsland gezien, misschien heb ik dat al gemeld. In Oost-Duitsland, maar dat is een West-Europees land, had je gezien dat een shocktherapie eventueel functioneert, omdat daar West-Duitsland met een zak met geld naartoe kwam. Maar ook met ik weet niet hoeveel ervaring van duizend jaar lang middenklasdenken, wat cruciaal is om dat te begeleiden, zo'n proces. Ja, en dat heeft allemaal helemaal gemist. Dus een Oekraïne en een Rus spreekt niet van privatisering, maar van piratisering. En het gebeurde in Murmansk, het gebeurde in, in, in Norilsk, in Omsk, in Tomsk, in Novosibirsk, in, in Gabarovsk en waar dan ook. Hoe hier in een mum van tijd eh, onroerend goed mannen hun slag gaan slaan en hoe u daarmee rijk wordt. Ja, dat veel van deze mensen nu in Londen wonen, in Amerika, in, in, in Zwitserland. En dat die uh, ja, of hun eigen land niet meer in kunnen, of eigenlijk berecht hadden moeten worden. Ja, dat komt wat minder in onze media. Maar het is helemaal uit de hand gelopen. Onroerend goed. En denk niet dat Russen niet geprotesteerd hebben, of Oekraïners. Er is genoeg protest geweest. Maar als, u dan, als die mannen kwamen met hun Kalashnikovs en met totalen, ze hadden hun eigen legers in de mum van tijd. Nog even aan u, waar komt die groep vandaan die in die tijd zoveel macht kon gaan krijgen? Ja? In het kort weer, één, is dat soms de zoontjes van de communistische partij, en uh, uh, van de oude communistische partij of de oude partijbondsen? Maar uiteraard waren hier ook altijd slimme rikken bij. En ik blijf dat er gewoon een heel belangrijk iets is van uh, je mag rijk worden. Als je inderdaad dat als doel hebt, als, als je geluk hebt. Als je kijkt vandaag de dag of je nou Jeff Bezos neemt en Bill Gates en al die mensen. Ja, dat is uh, de westerse wereld. Maar hier ontstond ineens een kapitalisme met een gebrek aan infrastructuur. Hier kon u dus in vijf jaar tijd bij de... Bij de machtige mensen gaan horen. Maar u begrijpt op geen enkele manier. is dit te rechtvaardigen hoe dat is gegaan. Heeft gemist dit kader. Nummer twee, even eh, economie. Als u hier alles failliet ziet, ja, alle fabrieken. Ik heb voor een Duits bedrijf toen een begeleiding gedaan. En bij dat Duitse bedrijf, onder bij Moskou, werden grote, daar was 40.000 man aan het werk. Grote tractorenfabriek. En uh, ja, van die 40.000 waren er al 20.000 ontslagen. Maar die laatste 20.000, die dachten, oh, die heilige Europeaan, die komt, die Duitser, die zal wel weten hoe het moet. Want alles was gericht natuurlijk op, ja, de Westerlingen, de Europeanen, die weten dat. Maar goed, uiteindelijk uh, moest die Duitser natuurlijk ook zeggen, van ja, van de 20.000 zullen er maar 4.000 overblijven. Nou ja, wie, wie mogen die 4000 gaan worden? Maar nog een jaar later waren er maar 80 overgebleven. Dus dit is natuurlijk de privatisering. Ik begrijp dat dat moet gebeuren, maar dit is maar één van de duizenden voorbeelden. Hoeveel mensen steeds meer werkloos werden. Met natuurlijk ook een staat die failliet is. Geen pensioenen betaald in het noordelijke Siberië. Hier, Oekraïne, daar had je dan in hun eerste onafhankelijkheid met Kravchuk totaal geen lonen, totaal geen, uh, geen, geen opvang. Geen, uh, kinderen konden niet meer naar school omdat de leraren niet uh, werden betaald. Verwarmingen hielden ermee op. Elektriciteitsbedradingen die bij die flatgebouwen hangen. We gingen nu overal elektriciteit aftappen. Ja? Water kwam er niet meer uit en Yeltsin intussentijd ging steeds meer drinken omdat hij pas, nu pas begon in te zien wat het is om zo'n groot land te moeten besturen met geen infrastructuur. En hetzelfde is in, in, in Oekraïne met Kravchuk. Langzaam, lang verhaal kort te maken, het gaat steeds meer onderuit en het hete. het is nu vrije wereld, het is economie, de staat heeft zich teruggetrokken. De marktwerking moet nu zijn werk doen, maar u hebt alle gebrek aan dit denken. En uh, ik heb nog nooit zoveel prostituees gezien. Ik heb nog nooit zoveel zwerfkinderen in de mum van tijd zien ontstaan. Lijmroken, roken, uh, hoe heet dat nou? Dat, dat, dat uh, lijm uh, snuiven. Al die metro in Kiev. Tot en met in Moskou, lagen vol met mensen die dus uit hun woningen waren gegooid. Tot en met die kindjes die bij hun ouders waren weggelopen. omdat de mannen geen werk meer hadden. en die kregen een losse arm. en die gingen erop losslaan. Of zelfgemaakte wodka, fataal. Jo, wat is daar wat gebeurd. wat wij in het Westen niet hebben gezien. en waar het al ontspoord is. En, uh, en waar we ook uh, wat aan terug uh, zullen. Uh, Oké, okay, doen we even een korte pauze. En weet u, door de hele chaos, uh, uh, denk ik nog steeds, die ons voornamelijk in het Westen is ontgaan. Als je het gewoon nog even in de tijd plaatst. Ik, ik weet niet waar u toen zelf zat. Ja, maar, maar, maar even een paar, een paar punten uit die jaren negentig. Uh, ik geloof dat we overgingen naar het Paars kabinet. We hadden natuurlijk dus ook, ook, ook uh, behalve al die mooie dingen van de Roaring 19, het ging ons goed, uh, had je ook wel de geopolitiek. Denk ik even aan de Hutus en de Tutsis. Dat was ook zo'n drama. Het is de tijd al dat Nan Nelson Mandela vrij gaat komen. Um, uh, president, pardon, uh, gaat worden. Uh, denk ik nog even aan Joegoslavië, wat ook gaande was. En dat was. Uh, ook uh, Clinton in Amerika, die uh, met zijn Monica Lewinsky uh, het hele tafereel had. Dus voor een deel kun je zeggen van, ja, Rusland en Oekraïne was uit de mode. Het was zwart, het was grijs. Maar we zusten ons een beetje met de gedachte van, ze zijn nu tenminste vrij. Ja. Ze zijn nu eh, niet meer onder het communistische juk. Maar ik blijf zeggen, misschien omdat je er middenin hebt geleefd... wat is vrijheid als je geen baan meer hebt, geen werk, maffia... grote top daarboven die graaide en, en, en een onderlaag zo verschrikkelijk arm. Dat, dat was geen vrijheid. En als ik ook vandaag de dag ook merk dat gevoel... Logisch wat wij in het Westen hebben. En het medeleven met Oekraïners. Wat er in dit drama gebeurt. Maar dan zie je ook vaak bij praatprogramma's, of je treft het aan op de social media, dat dat, zo, uh, hoe heet het nou? Dat David en Goliath-gevoel. Dat wordt heel vaak herhaald, merk ik. Radio ook in de auto. En dat is het natuurlijk ook. En ik snap dat dat ook zo bij ons binnenkomt. En, 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 en het is niet goed te praten. Ik blijf daar ook zelf heel erg mee zitten. Maar ik weet alleen dat ik twintig jaar geleden, levende in dat land, was het zo herkenbaar. En wilde die wel zo aan die alarmbel hangen: van westerlingen, kijk wat hier gebeurt. En hoe ongelooflijk gevaarlijk is het. Maar ik had daar dat gevoel van uh, uh, David en Goliath. Want het was echt de Almacht. Hier komt. komt met alle mooie dingen van Amerika. Maar hier komt een hoogmoed naar voren. Een overtuiging van alleen wij zijn de, een exceptional country. Ja? Hier gaat ook de Wolfowitz-doctrine al spelen. Ik heb heel lang nodig gehad om grip te krijgen. Die Wolfowitz-doctrine is zo bepalend. Als ja? een soort voorloper van de NAVO. Origineel al geschreven door Dick Cheney, zo van Amerika heeft het recht om ervoor te zorgen dat een Rusland nooit meer opstaat en dat ze in de achtertuin ja, mogen inmengen. Ja, dat, dat is al lang aan de gang. En in hoeverre we daar met Bill Clinton en de hele Amerikaanse regering, in hoeverre zij daarin uh, uh, hebben gezeten, dat wil ik even terzijde laten. Maar dat David Golia-ding wat vandaag de dag speelt met Oekraïne, die, uh, de arme Oekraïners die, die, die in de problemen zijn met, met hun, uh, nou, de Russische aanvallen. Zo heb ik in de jaren echt gevoeld. Hier, hier, hier komt een reactie op. Of dit is. Dit is bijna niet te bevatten hoe in Rusland de gevoelens waren. En vergeet niet, bij mijn vrienden, bij mijn mensen, bij het werk, bij alles wat je deed. Um, ze, ze waren nog steeds overtuigd van het Westen. Het Westen moeten we zijn. En het Westen, natuurlijk waren wij daar niet schuldig aan. Ja, dat ga je pas later zien. Dat wij net zo goed aan inmenging hebben gedaan. en net zo goed aan graaiwerk hebben gedaan. Uh, maar het was op dat moment nog steeds in hun naïviteit. van uh, wij, wij moeten de aansluiting vinden met het Westen. Dus David tegen Goliath. maar het was daar al duidelijk. een land wat op zijn gat lag. En ik blijf zeggen. Het is een land wat 30 jaar lang. in ieder geval tot 2014. zo bevriend met ons had willen zijn. Zo Peter de Grote en Catharina en Tolstois en Turkinjefs en alles te weer bij halen. Aansluiting zoeken, in de leer gaan bij ons. Maar ook wij hebben een land wat met ons bevriend wilde zijn, tot vijand gemaakt. Daar ben ik ook van overtuigd. En de basis ligt in de jaren negentig. Nog even een derde voorbeeldje wat helemaal mis is gegaan in de jaren negentig. Dat is het politieke stelsel. Hoe? Moet je een politiek op poten zetten waar wij al 800 jaren over hebben gedaan. Hm. Doordat de staat zich had, geen geld meer had en uitgerangeerd was. En dat een vrije markt het moet gaan doen. Euh, zie je dus ook met politiek dat daar geen enkele ervaring en controle was. Nogmaals de eerste graaiers met onroerend goed. Met, 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 uh, met de bankenwereld. Met uh, oude Congosus uh, opkopen, met grondverhandelen uh, met Japanse be bedrijven, uh, westerse bedrijven. Uh, Aeroflot vliegtuigen opkopen, of de maatschappijen, Lada-fabrieken. Oh, wat ontstonden, de wat, uh, wat oligarchen. Daar komt de naam oligarchen vandaan. Maar die mensen. Die hadden dus in tussentijd zoveel geld verdiend. En die waren ook kind genoeg om dat dus niet op de Russische banken te zetten. Maar om dat gelijk weg te sluizen naar Londen en naar de Amerikaanse wereld. En hebben ze ook gezien dat die, dat die Yeltsin geen grip had op de zaak. Ditzelfde geldt nogmaals voor, voor Oekraïne. Hè? Kravchuk was in tussentijd vervangen door Kutschma. Maar die grote jongens die hun slag sloegen, die konden dan heel makkelijk, dat geldt ook, wegsluizen naar de, naar de westerse wereld. Maar waar het mij om gaat is, in dit geval hou ik me even bij Rusland, waar Yeltsin dus mm, uh, geen grip had op de zaak. Uh, de, hij begon al de een na de andere bypass operatie te kijken. Hey. Hij, uh, ja, hij was natuurlijk vaak, uh, va vaak aangeschoten. Wij gniffelden in het Westen daar wel eens om. Maar het was natuurlijk een schande voor een land wat zo onderuit ging naar een bananenrepubliek, dat ze met zo'n president te maken hadden. Dus die in het begin populaire Jeldzin van een democratisch iemand, die ging gewoon in de in de. Uh, die werd door, door niemand meer gewaardeerd. Behalve door die oligarchen. Die wilden hem nog wel een keer tot president hebben. Dus in 1996 waren dan de verkiezingen. Niemand zou op Jeltsin stemmen. Niemand. Uh, nou ja, misschien 2%. Maar dat is daarvan boven. Dus wat deden die slimme rikken? Die hadden, uh, hebben bij Jeltsin uh, gezegd... U bent niet meer populair. Dus weet u wat? Wij gaan alle stemmen kopen van de mensen. Wegkopen. Die zijn wat apathisch, de mensen... Ja, die weten toch niet wat je met al die stembiljetten aan moet. Die gaan we opkopen. En daarbij gaan we Amerikaanse marketingbureaus inzetten. Ik heb daar al de komst gezien en de enorme macht van marketing. Dan gaan we weer het westerse denken hoe je snel iemand in de publiciteit kunt zetten en marketing kunt hebben. Uh, uh, of, of iemand uh, naar voren kunt schuiven. En Yeltsin, als ons dat lukt met ons geld. Om u nog een keer tot president te laten verkiezen. Dan begrijpt u wel dat wij iets in ruil terug willen hebben. En Yeltsin op zijn manier ijdel is hiermee ingegaan. En hiermee ziet u dus dat Yeltsin nog een keer president is gekozen in 1996. Eigenlijk fataal. Maar nu komen die grote jongens terug. De allermachtigste. En die zeggen aan Yeltsin. Ons is iets beloofd. Als wij door onze steun, door ons geld, u nog een keer president bent. En dat komen wij nu opeisen. En dit wordt genoemd in Rusland de grootste roof aller tijden. En wat is die roof? Deze grote oligarchen konden nu claimen als het ware... Denk ik even aan, misschien kent u ze nog van de oude namen. Maar ja, nogmaals, het is ons ontgaan dit hele jaren 90 hoofdstuk. Beresovski, man rijk geworden met Lada fabrieken, met Aeroflot vliegtuigen, met allerlei andere dingen. Maar die kon als het ware claimen van, hè? ik wil dat en dat of die staats iets wat van de staat was, wil ik nu op mijn naam hebben zijn. Groot gasveld. Godorakovsky kreeg een mogelijkheden. Ja, met de olie. Een enorme olieveld. Natuurlijk krijgt u verder meneer Guzhinski, meneer Smalienski. Je krijgt andere oligarchen die krijgen alle zeggenschap over de goudmijnen hier. Hier zit potaan in met nikkel en met koper. Ook Shell viel in de prijzen. <laughs> natuurlijk ook westerse bedrijven konden voor een uh, mogelijkheden hebben. Ik blijf blij dat Jeroen van der de Veer later bij Buitenhof heeft gezegd... als die door Poetin op het matje moet worden geroepen... maar goed, dat is al tien jaar later. Van nee, het is niet helemaal zo gegaan zoals de westerse media schrijft. Ja, dus daar prijs ik Jeroen van der de Veer uh, voor. Want het is net zo goed in de jaren negentig... dat westerse bedrijven voor een habbekrats wat in handen konden krijgen. Maar waar... de Waar het mij om gaat, is die grote oligarchen. Grote oligarchen. Die hebben, en ik noem alleen de belangrijkste namen: Godorkovsky En natuurlijk uh, Birosowski, Kushinski, uh, Smolenski, Friedman. Uh, uh, allemaal om te koekelen, wilt u daar wat meer in de stof zitten. Dus om die mensen nu aan te merken als vriendjes van Poetin. Ja, dat is. Uh, en nog een heleboel anderen erbij. Dat is gewoon heel heel duidelijk. Uh, uh, geen kennis van zaken of iets nagepappegaaid, wat ik weet niet hoe vaak in de, in de westerse media is uh, gezegd. Dat er nog genoeg dingen zijn in het huidige Rusland die niet in orde zijn, dat snap ik als geen ander. Maar de hele foute basis is in 1990 uh, fout gegaan. Dus politieke macht, al deze oligarchen, hebben Jeltsin nog een keer tot president gekozen. Zij uh, verkozen gekregen, zij bepaalden in het land wat er gebeurde. Zij hadden alle staat, dus economische staat, uh, 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 bezittingen in handen, terwijl dat voor de mensen moest zijn, voor het volk. Het volk had geen, had nauwelijks wat ik u al zei. Ik ben vorige winter uh, moest ik vliegen voor een, uh, een, een uh, begeleiding naar Jakutsk gevlogen, ja. en dat herinner ik mij heel goed. Ja, vorige, vorige winter was het een stuk beter, maar in de jaren 1997 gingen we daar naartoe vliegen. En dat was uh, dat de piloot dus zei van, uh, dames en heren doet u allemaal uw veiligheidsriemen vast. Uh, we gaan landen, de temperatuur is normaal voor de tijd van het jaar, min 56. Ja, en hier wonen wel 500.000 mensen, dus diamantindustrie, gasindustrie. En ik herinner mij zo goed. Hoe daar in die koude straten geen verwarming meer functioneerde. Geen school waar de kindjes ook in het verre Siberië in de communistische tijd altijd naar school moesten, altijd verplicht onderwijs. Maar nu geen school die nog functioneerde vanwege het verwarmingsprobleem. Fabrieken die stil lagen. ellende, ellende, ellende. God zij dank nu beter, wat ik u zei, vorige winter. Uh, met een Duits bedrijf hier naartoe gegaan. Dat gaat vanwege onderzoek met permafrost. Daar niet, niet nu over, maar de verbeteringen zijn er vandaag de dag overduidelijk. Maar de grote oligarchen bepalen in 1996. Het, uh, 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 ja, de hele politiek, hebben dus veel politieke macht. En dit is ook helemaal uit de hand gelopen. En verder kon Jeltsin in de sauna gaan zitten. Kon verder uh, gaan tennissen. Hoefde zich niet met politiek te bemoeien. En zo is het in het kort, in de jaren negentig, helemaal uit de hand gelopen. Nog één voorbeeldje. Dat is. Uh, de macht van de oligarchen zit natuurlijk ook bij andere dingen. En daar hebben de Russen en Oekraïners ook niet goed mee om kunnen gaan. Heb je ook nooit geleerd. Maar. Wat in de mode was voor die oligarchen door te zeggen: overal is vrijheid, overal is democratie. Maar ook um, wat is media? Je mag alles nu zeggen wat je wilt. Uh, want als u vandaag de dag ziet dat wij de afgelopen twintig jaar berichtgeving hebben gehad over Poetin-censuur. Poetin gaat iedere oppositieleider opsluiten. Poetin, Poetin sluit iedere krant. Ja, dan snap ik inderdaad dat daar heel veel is gebeurd. Maar nog steeds zie ik daar heel veel goede programma's. Cultuurprogramma's, wetenschappelijke programma's. Uh, uh, programma's met, met, uh, uh, met, met geopolitici aan tafel. Je hebt er natuurlijk ook amusement. Je hebt vreselijke televisieprogramma's. En de laatste twee jaar, met de oor uh, twee maanden met de oorlog... zeg ik inderdaad afschuwelijk wat daar de staatstelevisie ook is gaan inzetten. Maar tot 2014 durf ik u te zeggen, daar was... Ook superprogramma's op televisie. Maar je kunt dat niet zo plaatsen en alleen bij Poetin schuiven. Want in de jaren negentig was het voor al die grote gasbaronnen, oliebaronnen, uh, die oligarchen, was er natuurlijk ook nog één ding. Heel erg hip en trendy, als je dat op je naam had staan. En dat was natuurlijk een eigen mediakanaal. Dus opnieuw. Bij de naam Berlusconi valt er wel bij u een kwartje. Maar deze oligarchen wilden allemaal hun eigen uh, 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 mediakanaal hebben. En ik heb natuurlijk ook gelachen. Ja? Het was af en toe diep triest met die armoede in dat land en met, uh, en met de gefrustreerdheid. Maar het was. Uh, Herinner ik me ook nog, mijn taxichauffeur wilde dan per se heel even, hij vroeg mij vijf minuten toestemming, of hij de auto even aan de kant kon zetten en dan vloog hij een bar in. Ik zei, maar wat maakt nou dat u dat uh, 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 zo midden op de weg uw auto neerzet? Hij ja, ik wilde even het einde zien van de Bolt en de Beautiful. Uh, ja, dus dat was ook iets dat ik echt dacht van, ah, ja, alles was, was hip en was in, dat wilde je meemaken. Maar aan de andere kant er was natuurlijk ook zoveel media, waar wij vanaf de jaren 60 ingegroeid zijn. Maar wat je daar voor het eerst krijgt, en dan nog zo ordinair, B-films die niet eens bij ons werden vertoond. Zoveel grove pornofilms. Allemaal onder de noemer vrijheid. Zoveel uh, films die over aids gingen. Vrouwen die, die een man gingen bedriegen. Uh, en dan met de letters uh, op de spiegels te Nou, Daar was ook een hele serie over. Uh, verder natuurlijk over, over uh, paaldanseressen. Het was zo ordinair. Maar het waren descenders van de grote oligarchen. Ja? Dus dat Poetin later deze zenders ook, uh, wat, uh, of deze jongens, in het gareel probeert te krijgen, dat is, uh, heeft allemaal met die jaren negentig te maken. En als laatste voorbeeld wil ik nog noemen. Hoe, lieve mensen, was het ook dramatisch om te zien om in zo'n groot land de, de, het hele veiligheidsapparaat onderuit te zien gaan. Ja, dus het, hoeveel mensen waren daar? Honderdduizenden mensen die vroeger bij, bij de spionagediensten werkten, bij, bij hun veiligheidsapparaat. Politie niet te vergeten. Zaten allemaal thuis. Thuis, thuis. Niets te doen. Alcohol. Ellende. Uh, 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 geen, geen werk, geen uitbetalingen en zo. Wat dat ook problematisch is geweest. En ik blijf ook zeggen, zeer gevaarlijke toestand in het jaar 2000. Ja, hoe het uh, daar uit de hand had kunnen lopen. Ik heb ook veel onderzoek gedaan bij nu nucleaire centrales. Vergeet niet hoeveel nucleaire centrales daar geen onderhoud hadden. Tsjernobyl in Oekraïne is maar één voorbeeld. Maar zo hebt u in Rusland en in Kazachstan natuurlijk tig nucleaire centrales. Waar allerlei uh, boefjes binnenkwamen en probeerden de mensen uh, 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 ja, iets te bieden. Of een kleine woning in Egypte. Ja, als ze bepaalde nou ja, geheimen maar eh, las gaven. Ja, dus als je het vandaag opnieuw over Skripal hebt, of over TIG-voorbeelden die in jullie nieuws maanden overheersen, ja, of Poetin zelf of iemand uit de regering heeft er weet van, dan is dat ook weer zo kort door de bocht allemaal. Eh. Het is eh, vreselijk geweest op het nucleaire gebied, op defensieapparaat, op mensen die. Eh, die daar, die daar dachten van, ik wil mijn land redden. Ja. Ik heb genoeg mensen gekend die ook in deze afdeling werkten. En die zo gefrustreerd waren en zo ook verdrietig. En de een schiet in, de, in het patriotisme en de ander gaat, gaat door op een manier ja, die er echt machteloos of schreeuwerig van wordt. Het was gewoon een schande voor het land. Ja, dus genoeg trouwe mensen die akkoord gingen met een loontje van, uh, nou ja, waar je niet eens uh, je gasrekening van kon betalen. Maar er waren natuurlijk ook genoeg boeven, boeven die en die op die manier dachten van, ah, oh, ja, waar kan ik bij de depots? Waar kan ik bij staatsgeheimen? Ah, oh, ik weet dat dit en dit hier ligt. Ja, dus kan ik mooi verhandelen en geld voor krijgen met het buitenland. Dus die Skripal is een van de kleine boefjes die, die met, met dit soort dingen gehandeld heeft. En verder Sloes. Er ja, zijn zoveel voorbeelden te noemen over wat er in de jaren negentig zo fout is gegaan. Dat uh, de gewone man was, zoals ik zei, hap maar apathisch. Die dacht maar aan één ding. Misschien nog op vrijdag naar de datcha. En nog even iets. Ja, Iets voor jezelf uh, de genuchten hebben. Tot er met iemand anders moest naar de Dacia. om daar je eigen spullen te gaan verbouwen. omdat alles natuurlijk ook veel. er was, er was honger. Platteland heb ik ook nog heel veel verhalen over. hoe daar. Uh, uh, ja, niets meer aangeleverd werd. armoede, armoede. Zwa. Dan krijg je. Krijg, weet u. op het moment dat dan een onbekende Poetin. in 2000 uh, uh, naar voren wordt geschoven. Uh, dan is daar heel veel lezingen over uh, te geven. Maar nu hou ik alleen vast aan de hoofdlijn. Maar één, één uh, opmerking die je ook vaak tegenkomt, uh, die weer in het Westen of fout begrepen wordt, of dat we daar wat honend over doen, dat is dat Poetin uh, zegt van mm, wie het communisme niet mist, heeft geen hart. En wie het communisme terug wil, heeft geen verstand. Ja, dus daarmee is het gewoon een patriot die het opneemt voor zijn eigen bevolking en die zich ook daarvoor wilde inzetten. Maar niet dat hij het communistische uh, tijdperk terug wil hebben, absoluut niet. Of het grote communistische rijk. Het was gewoon aan te geven wat de mensen daar hebben meegemaakt. In het jaar 2000, nogmaals, is deze onbekende man. Um, um, iemand waarvan de gewone rust zegt: van nou ja, het zal allemaal wel. Wij geloven in niemand meer. En opnieuw. Ik heb genoeg discussies de afgelopen jaren ook gehad. Ik zit in de middenklasse, ik zit in een grote vrouwelijke ondernemerspartij in Moskou. Uh, ik heb genoeg rebellen op mijn weg. Ik heb genoeg Femke Halsema's, tot en met uh, Rita Verdonk, tot en met ik weet niet hoeveel andere types. Overal moderne vrouwen, hele moderne vrouwen. Maar als ik aan deze mevrouwen gewoon zeg van... begin nou eens met de opbouw van een meer partijenstelsel. Zet je nou eens in voor S, uh, SP. Of ga eens voor het gedachtegoed van PvdA van of van VVD. Wat maakt me allemaal niet uit, ja? ja? Ik merk dan over het algemeen dat ze ook aan me zeggen... oh, Reis, kom je weer met je westerse vingertje? Ja? Ga jij ons vertellen hoe wij dat partijenstelsel op poten moeten zetten? En sommigen zeggen juist weer met, 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 met argus ogen van... Uh, ja. We hebben geen banen, we hebben geen werk, we hebben de scholen niet op de orde, we hebben geen ziekenhuizen die meer functioneren. En dan begin jij met je meerpartijenstelsel. Ja? Om het maar even weer zo te chargeren. Dus ook deze kant is veel te westers belicht. Maar als er dan een zekere opleving komt, die wij in het Westen uh, 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 wel of niet gade hebben geslagen, maar ook vanaf het begin hebben geframed, dan is dat natuurlijk bij deze man, meneer Poetin. En het is bijna onmogelijk om in deze periode nog dit hoofdstuk uh, aan te raken of deze man. Maar toch heb ik na een aantal weken uh, uh, ook een zekere uh, mijn verstand weer dat dat functioneert, uh, dat je gewoon, uh, ik woonde er zelf, ik leefde er zelf, ik werkte er zelf, en ik heb zelf gezien van die enge maffia staat wat daar de afgelopen 15 jaar. Van op de rails is gebracht. Dus blok één was de jaren negentig, een zeg maar Yeltsin tijd maar dat ebt na tot 2005. Met alle problemen in zo'n groot land. En dan in 2000 komt Poetin, die in de eerste jaren zeker heel erg moet aftasten: van wat kan die, wat wil die en, en, en hoe, is het, hoe is er nog een zekere redding mogelijk voor zijn land. Ja, dat is van 2005, zeg maar, tot, tot heden. En in ieder geval tot 2014 zeer besters. En daar blijf ik bij. Dat we ook hierin heel erg. vanaf het begin. het land al geen kans hebben gegeven. Maar wat wist ik toen nog van de uitbreiding van de NAVO? Wat wist ik toen nog van de, van de, van de Wolfowitz-doctrine? Wat, wat wist ik toen nog van. Van in principe de Brzezinski-doctrine. Van dat het eigenlijk nooit werd toegestaan. Dat Europa, de oude band met Peter de Grote, Katarina, een goede band met Rusland zou opbouwen. Dat, daar is waar alles om gaat. Dat hele Eurasiatische continent. Dat je helemaal op de fiets zou kunnen gaan. Kijk eens, van Vladivostok tot aan Lissabon. Hoe vaak heeft Poetin het daarover gehad? Hoe vaak? En ook dat is vanaf het jaar 2001, 9-11, ja, alleen maar een paar hoogtepunten eruit. Iets van buitenlandse politiek, want ik ga weer terug naar de gewone man. Maar iets van buitenlandse politiek. Die man komt uit, Dree uh, hij komt uit Rusland, maar hij, hij heeft lang in Dresden gewoond. Met die twee kids, Duitse school, met zijn Duitse vrouw, die was stewardess. Ja, hij kan zo Pushkin citeren, maar evenzeer Goethe en Met Schiller. Ja, ook daarin, die opera's die ze af hebben gelopen. Ja, dat is, uh, ook daarin heeft Poetin in de jaren negentig genoeg uh, werklozen en armoede om zich heen gezien. En Iedereen die hier alweer na pappegaait van oh, hoe man die fout is geweest in de jaren negentig en wat hij daar al gegraaid heeft... Ja, eerst onderzoek doen voor, voor alles klakkeloos overnemen. Maar het is uh, zeker de lijn met Europa vanaf het begin. En dat is niet alleen Europa, Amerika. George Bush komt op dezelfde jaar aan de macht als Poetin. En daar wordt absoluut gesteld door Poetin. Wij willen met 9-11 onze condolences aanbieden. Wij willen met u samenwerken. Wij willen u helpen. We willen een gezamenlijk pact. Ja? Met het gevecht tegen terrorisme. Rusland heeft alle kennis gegeven die Bush nodig had voor zijn strijd hier bij Afghanistan. Ja? Dus er worden uh, 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 mogelijkheden gecreëerd in Oezbekistan, in, uh, in, uh, in, in, uh, in, in, in Kyrgyzstan en natuurlijk de kennis die Rusland heeft met Afghanistan. De afgelopen jaren ook toen, toen het communistische Sovjetblok vocht tegen uh, Afghanistan. Dat is nummer één geweest. Verder, nummer twee heeft Poetin gesteld. Um, dus in Duitsland, wat ik u zei. Hij spreekt dus vloeiend Duits. En dat hij met zoveel zakenmensen, zoveel parlementariërs, zoveel mensen die met Wiedere bezig waren. Tweede Wereldoorlog, gaan we weer. Ja, Duitsers waren zo actief. En die heeft hij massaal naar Rusland laten komen. Kennis en know-how, dit is ook de tijd met Schreuder. En wat vandaag de dag in de kranten zo overheerst: van Schreuder moet er als het ware ook op het matje komen. met die, met die nou ja, de gasenergie waar we nu mee te maken hebben: Gazprom en het hele sanctiepakket. Maar dat hij daar in de Reichstak spreekt over een gemeenschappelijk huis. En dat nogmaals. Er zijn zoveel kansen liggen van Vladivostok. Ja, moet je eens kijken wat ook Oekraïne mee had kunnen gaan. In die, in die mooie lijn op ons Eurasiatische continent. Ook weg is dat alles. Veel te weinig meegedaan of weinig opgepikt. En als laatste wil ik toch in het kort nog zeggen van die beginnende Poetin. Die het trouwens tot 2014 altijd heeft herhaald. Kwam niet in onze media. Maar dat hij daar stelt hoe moeilijk het ook is. Voor, hè? Want Poetin liep, liep echt in de beginjaren een risico. Hoor. Enerzijds heb je daar die gefrustreerde groep van die ook militairen. En ook de nationalisten. Uh, tot en met toen al die ja, Die allemaal in deze rol zaten van. Uh, ons land wat zo'n bananenrepubliek is geworden. Afgegleden van een ex-Sofje. Uh, van een ex-supermacht. Ja, die moet toch inderdaad uh, uh, het niet tolereren met die uitbreiding van die NAVO. Want dat was net gebeurd in het jaar daarvoor, 1999. En toch zei Poetin toen nog van. Ja, hij riskeerde die groep tegen zich te krijgen. Nee, en toch als het ware moeten we dit uh, uh, nou ja, zo nemen. Maar waarom zouden wij eigenlijk geen lid kunnen worden van de NAVO? En dat is gezegd. En daarin heeft hij een enorm risico toen genomen. Maar oké, okay, ook dat werd verder niet opgepikt. En natuurlijk snap ik ook dat een Amerika dat toen al niet accepteerde of wenste. Maar dit in het kort van de beginjaren in Poetin wel zeker meerdere malen, ondanks de moeilijkheden, openstond voor het Westen. Waar kreeg hij in het binnenland mee te maken wat ik u zei: de eerste vijf jaren zullen. Heel moeilijk zijn geweest. Hoe kun je zo'n groot land op de rails brengen? Ja, met nogmaals die kou. Ik heb het u omschreven. Je hebt hier 145 miljoen inwoners. Daarvan waren er iets van 138 overgebleven. In tien jaar tijd zeven miljoen minder. Niet omdat ze alleen naar vluchten ergens naartoe. Ja, het was aan de alcohol. Het was aan de ellende, het was aan hoe hun land onderuit was gegaan. Maar nu begin je dus te zien van waar er gebeurt iets, maar de eerste vijf jaar nog niet. Verder zie je dus de onderzeeërs, de Moermansk, uh, uh, de Moermans, uh, de Koersk, weet u nog wel. Hoe het hier ervoor stond. Al die verrotte, verroeste nucleaire onderzeeërs. Hoe het hier in Vladivostok helemaal uh, een ellende was met de, met, met de vloot. Wat ik u zei: de wegen, uh, het spoorwegnet. Dat. Hoe ga je dat op de rails brengen? Nou, vijf dingen in het kort. Punt 1, waarbij Poetin uh, risico's nam. Dat was de oligarchen. Sorry, als ik vandaag de dag in de kranten lees... dat ook Poetin een... Uh, um, nee, dat Chubai zelfs gevlucht is naar het westen. Ja, Chubai. Dat zegt toch wel iets. Dat houdt dus in dat hij zich verzet tegen de Russische regering. Ja, maar wat staat er bij ons niet bij? Dat diezelfde Chubai... In de jaren van Yeltsin, een van de ontwerpers was van die shocktherapie in navolging van de Goldman Sachs, uh, Amerikaanse vrijheid uh, um, jongens. Die Chubai is een van de meest gladde jongens geweest die dat wilde doordrukken en waardoor ook die in de jaren negentig die excessen konden ontstaan. Ja, dus in dat opzicht is, is het niet alleen Poetins vriendje zoals ik het lees in de kranten. Dat is al lang een doorn in het oog, deze Chubai. Dus dat hij nu de benenwagen neemt naar het westen, ja, dat is voor Rusland een, uh, een, uh, helemaal geen verlies. Absoluut niet. Maar opnieuw, jaren negentig was dat. Maar oké, okay, Poetin in, twee, in de eerste beginjaren, het risico is wat hij neemt. Hij zegt aan die grote oligarchen, met gas, met water, met licht, met... Me, uh, nee, juist niet, met gas en met olie en met dergelijke. Hij zegt aan die oligarchen, komt u allemaal naar het Kremlin heen? En uh, vanaf nu gaan we het anders doen. En de alle twaalf allergrootste mannen, die ziet u daar zitten... ...is gewoon allemaal makkelijk te googelen voor u. En die wachten natuurlijk af. Iemand anders probeert nog uh, uh, even te zeggen van... ...Gordorkovski in dit geval, de allerrijkste, van hoeveel corruptie er is. Hij vergeet er natuurlijk bij te zeggen hoeveel corruptie hij zelf uh, ook aan mee heeft gewerkt. Maar... Daar hoor je dus dat Poetin in het kort zegt: heren, vanaf nu gaan we het anders doen. U gaat zich niet meer met de politiek bemoeien, u gaat achterstallige belastingen terugbetalen. Het staatsbezit, wat van het volk is, daar gaat de staat zich nu in mengen. Verder zal ik niet aan uw geld komen, daar bent u vrij in. Maar in het kort komt het op neer: werkt u niet mee met de nieuwe regels en de staat, dan wacht u een, een lange reis uh, Siberië. Ja, dus dat is het eerste geweest. En natuurlijk, mijn Russische vrienden en de mensen om mij heen in die tijd, die zeiden van ah, ja, Maritres, jij met je politieke vragen altijd. Het is, uh, dit is, dit is vast weer een mooie belofte. Er komt toch niets van terecht. Ja? Mooie praatjes. We hebben genoeg gehoord van Brezhnev, van Gorbachev, van Tsaren. Wij geloven in niemand meer. Dus apathie, absoluut. Totdat het echt waar was. Ja, en ik heb dat gaten geslagen. Het was enorm voelbaar. Twaalf grote mensen, u kunt ze allemaal koekelen. Gushinsky, de grote mediaman, vluchtte naar Griekenland. Biresovsky, een hele sloer. Uh, in Londen, waar hij op de Kensington allerlei panden had en nog een aantal jaren uh, als god in Frankrijk leefde. En natuurlijk bij onze BBC mocht zeggen hoe hij goed zakenman was geworden. En hoe hij, uh, ja. Uh, maar hij kon Rusland natuurlijk niet meer in, want hij werd gezocht. Ja. Dus dit zijn de oligarchen die niet in eigen land blijken, zijn gebleven. Anders kregen ze het mes op de keel. Maar die zijn juist gevlucht naar de westerse wereld. En daar hebt u grotendeels mee te maken wat betreft. Uh... Uh, uh, nou ja, uh, uh, groot uh, onroerend goed, en uh, ho hoe ze bij ons lang hebben huishouden. Die andere grote groep van de 150.000, dus zeg maar 150.000, gingen naar het Westen, de andere 150.000 kregen daadwerkelijk strenge regels, wetten, Achterstallige belastingen terugbetalen. Zelf gehoord, zelf gezien, zelf meegemaakt, genoeg ervaren. Dat houdt niet in dat van die 150.000 ze allemaal netjes in het gareel gingen. Uiteraard niet. Dat was wel de bedoeling. Maar, nou ja, je hebt een heel groot deel gehad. Die kun je vandaag de dag zien. De een zet zich met zijn grote bezit in voor. Uh, um, Zeggen ze iets: jongere organisaties in Siberië. Uh, ja, dus er is ook een stuk gewetensvoeging bij enkelen. Zijn anderen zijn met pensioen gegaan, er zijn al rijk genoeg. Weer anderen uh, dachten ik wil in Rusland blijven, dus ik moet maar meewerken met de, met de staat. Ja, uiteraard genoeg voorbeelden te noemen. Maar er is natuurlijk ook een groep. Ja, die denkt op een gegeven moment ook weer van. Ah, even kijken wat hier mogelijk is. Ja, even kijken wat daar mogelijk is. Tuurlijk hebt u daar genoeg, Siewert van Lindens. Ja, dat is nog maar klein gezegd. Dus in die afgelopen 15 jaar van de oligarchen die in Rusland zijn gebleven, in het gareel moesten, achterstallige belastingen moesten betalen. Hebt u uiteraard nog genoeg dit soort mensen? U kunt niet een land in 15 jaar hervormen en dit op de rails krijgen waar wij 800 jaar over gedaan hebben. Ja, dus heel veel andere dingen nog over te vertellen. Maar dat ze allemaal vriendjes van Poetin zouden zijn. Oh, wat zie ik het bij Jinek? Wat zie ik het bij Nieuwzuur of bij Eén vandaag? Dat ik denk, daar klopt helemaal niets van. Helemaal geen studie in gedaan. Wie is wie en wat is ze? Uh... Maar uiteraard genoeg nog hele foute mensen. En dat je daar rijk mag worden, dat is deels ook een natuurlijk een experiment van Poetin geweest. Als hij het ze allemaal had afgenomen. En alles van de staat had gehad, of zelf dictator was geworden, dan had je daar geen vrijheid meer gehad. Maar dat was het niet. Ja? Hij nam toch het risico om deze mensen rijk te laten worden en dat je een soort Elon Musk's en Bill Gates daar had. Maar nogmaals, kun je die vrijheid aan? En dat is gewoon gebleken de afgelopen 15 jaar, dat dat opnieuw deze. Maar zo'n apart onderwerp: de macht van de, van de miljardairs in Rusland. Maar dat heet in Nederland uiteraard oligarchen. En daarmee word je alweer geframed. Alsof wij in Nederland en in Amerika geen oligarchen hebben. Of de grote Duitse industriëlen die al uit de tijd van Hitler uh, grote, grote uh, bedrijven opzetten. Maar waar ik naartoe wil is, dit is punt 1 van Rusland, van Poetin. Mag u drie keer raden wat de mensen om me heen zeiden. Tot en met, ik weet niet hoeveel andere mensen in Siberië. Dat daar die echte oligarchen met hun staatsbezittingen en in tien jaar tijd de rijkste mensen van de wereld zijn geworden, dat die op het matje moeten komen. Wat zeggen de mensen daarover? Ja, dat dat een zeer goede verandering was. Dus om hier het begin te zien van dat er een stuk uh, uh, um, ja, structuur gaat komen... Dat is, uh, dat, is, dat is een reden van, uh, van waarom Poetin uh, vertrouwen begon te krijgen. Punt 2, kort door de bucht, is dus die uh, economische kant. Dat had ik net even vergeten te zeggen. In de jaren negentig heb ik versteld gestaan. Uh, ook omdat ik zelf afgestudeerd was. En je begeleidde de eerste Heineken en de Shells en de ondernemers. En meneer Goudkeul uit Apeldoorn. En. Uh, ja, laat ik dat ook nog even hierbij kunnen zeggen. Ik heb niet alleen Russische en Oekraïense oligarchen gezien. Bij mij zijn de schellen van de ogen gevallen waar ook mijn eigen westerlingen, Nederlanders toe in staat zijn. Met hele mooie Nederlanders. Maar ook dat ik oortjes had of bij gesprekken zat dat je denkt: "Oh, ja, zijn deze Nederlanders hiertoe in staat? En ik zal geen namen noemen, maar er was ook een Nederlander die een heel groot pand moest hebben in Petersburg, op de Hoofdstraat. Waarvan die wist dat daar mensen in die woning zaten. Maar zei de oligarch, over een paar maanden kunnen deze mensen, uh, is dat pand vrij. Dus dan kun je als Nederlander zeggen, ik heb dat pand op de Hoofdstraat van Petersburg. Hij wist dat daar. Mensen in de zaten, maar je kunt gewoon doen alsof je van niets weet. Ja? Dus hoog in de boom hebben Engelsen, hebben Nederlanders, hebben Fransen, hebben Amerikanen ook geprofiteerd van die jaren negentig. En ook laag. Ja? Ik denk altijd nog aan de iconische vuur met wie een Nederlander. En die dacht in deze hele stille wegen, arme priesters, arme kerkjes, alles te gaan benaderen. En priesters. Ja, van, hebt u nog een icoon? Hebt u daar nog een mooie oude kerk waar ik wat iconen kan meenemen? Nou, hij gaf ze een paar cent. En vervolgens ja, brengt hij die iconen naar de mooiste ateliers in Den Haag en in uh, Brussel en in Londen. En wordt daar lekker ook op een goede manier rijk van. Ja. Tot en met een, 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 een William Browder, laat ik een andere man noemen. Als ik dan nu drie keer bij, bij Buitenhof zie dat William Browder wordt uitgenodigd. Ja, het, is, het is geen reëel beeld. William Browder. Ja, even los van dat het heel jammer is en heel triest wat er met die boekhouder is gebeurd. Maar William Browder, die nu bij Buitenhoofd mag zeggen dat hij een mensenrechtenactivist is. Maar hij vertelt er niet bij in de jaren negentig hoe die aan zoveel geld is gekomen. Ja, en dat ook hij op een bepaalde manier heeft geprofiteerd van dat Jeltsin-tijdperk. Ja, dat, dat, dat mist allemaal, die achtergrond. En dit soort mensen lopen nu vredesactivisten te zijn. Met mooie, mooie koppen. Natuurlijk heel, heel menslievend komen ze over. Dus een groot deel van de Nederlander, logisch, die kan dat ook allemaal niet plaatsen. Wat daar in de jaren negentig is gebeurd. Maar terug, nu, na dat 2005. na dat Poetin tijdperk. Behalve dat die natuurlijk een beetje vanaf het begin al is neergezet van nou... Ja, die man heeft een KGB-verleden en nogmaals, die kille oogjes, die kijken en uh, ja, vanaf het begin is het op een of andere manier is het tegengewerkt. En het is niet alleen de afgelopen twee maanden van dit drama in Oekraïne dat, hier, uh, dat we te weinig achtergrond hebben. Het is niet alleen vanaf de MH17 dat we in een bepaalde richting uh, worden geduwd. of dat we op onze manier de berichtgeving hebben. Ook hiervan, dit drama. Maar het zit al twintig jaar lang. En het is heel moeilijk om bij twintig jaar eenzijdige berichtgeving. maar ook dertig jaar lang, vanaf westerse kant gezien. om dat even in één uur uh, te, te, te nu nuanceren. Punt twee, waar Poetin mee. Gescoord heeft voor het Russische volk. Dat is dan. Uh, nou ja, die, uh, die, uh, die grote uh, economie, die middenklasse, waar ik deze cursus nou mee begonnen ben. Dit, dit denken. Ja, als je in de jaren negentig een zaak ging openen. of een bedrijf wilde, wilde runnen. Ja, dan krijg je een mum van tijd zo'n man op je, op je dak. Ja, met zo'n bril op, weer, met bodycards. En natuurlijk met weer dat kale hoofd. En die zei aan die slagerij of die winkelier: U betaalt aan mij belasting. Ja? Want Jeltsin uh, is alleen maar dronken. Dus wij willen uh, ja, u beschermen. En anders gaat uw winkel in brand. Of anders zullen we korte metten maken. Maar u betaalt aan ons 43 procent. Zo was het in de jaren negentig. En Poetin zei in 2005, het is een schande hoe onze eigen middenklasse ervoor staat, dat wij door dit soort mensen worden uh, belaagd. Maar nu, iedere kruisja, uh, in het Russisch is kruisja, is dus een dak boven je hoofd. Uh, het dak komt eraan. Um, het dak komt eraan om jou af te persen. 43 procent, 39 procent. Maar als u als dak nu gepakt wordt. Dat u die, 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 die coöperatie benadeelt. Of dat u die slagerij en wat ik u zei, die kruidenier gaat afpersen. Als u gepakt wordt, nou ja, dan wacht u lange strafgevangenis in Siberië. En dit is ook een. Een maatregel geweest. Het heeft zo in tien jaar tijd zijn vruchten afgeworpen om helemaal blij van te worden. Sinds die tijd loop ik tussen de techneuten die hun eigen winkeltje openen, tot en met opnieuw die middenklasse. Het is nog nooit in Rusland dat er een middenklasse is ontstaan. Ja, je ziet het de afgelopen vijftien jaar. Ja, hopelijk, hopelijk, hopelijk gaat u daar in de toekomst naartoe. En mensen van u zijn er wel geweest. Maar. Kijkt u in Kazan, kijk in Jakutsk, waar ik dat zei. Nu die stad waar zoveel armoede was in de jaren negentig met die verwarmingen. Nu ziet u mooie moderne winkels. Sarah zit daar, bakkerijen. Het is uh, bij min vijftig dat je al die kindjes naar school ziet gaan. Maar de bushaltes functioneren weer. Het hele bussysteem is er. Uh, scholen, ziekenhuizen niet te vergeten. Om blij van te worden. Ja, gaat u ook naar, naar Moermansk? Wat een, wat, een, wat een trots. Al die onderzeeërs die daar allemaal verroest lagen. Ja, opgeknapte, mooie nieuwe haven hebt u er. Bij Vladivostok, waar u ook in de jaren negentig zoveel ellende zag. Nou, in Jekaterinenburg, alleen maar boevenbenden, criminelen. Moet u door die stad lopen? Jekaterinenburg. Ja, of de stad Kazan aan de Wolga. Of de stad Samara of Wolgokrad. Opgeknapte mooie steden waar winkeliers zijn. Ja, die nu allemaal belasting betalen aan de staat. En natuurlijk is het daar nog natuurlijk, niet 1, 2, 3 en jaar op de... Dus iemand die nog iets kan of daar nog eventjes... Uh, 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 uiteraard, dat is, dat, is, uh, dat is... Maar het grote, in grozen kansen betaalt men een belasting... Heb je een Kamer van Koophandel? Heb je een rekenkamer? Heb je een BTW-nummer? Heb je een rechter? Kun je naar een ombudsman? Kun je je recht halen? Ja. Nummer drie, waar Poetin in vertrouwen heeft gekregen: dat is het Stabiliteitsfonds. blijf ik ook zeggen. Het Stabiliteitsfonds is de trots van de Russische middenklasse. Ja, dat stabiliteitsfonds is omdat er een nieuwe minister, en überhaupt goede ministers, goede kundige mensen, op plekken werden gezet in de nieuwe regering. En dit is in 2008, 2009, 2010, zie je dat meneer Coedrin, die, die beheert de pot over financiën. En één, hoe doet hij dat? Natuurlijk om achterstallige belastingen van die grote jongens op te halen, die dus gebleven zijn in eigen land. 2. Een nieuw belastingstelsel invoeren, waardoor je mensen in de periferie gaat leren waarom je belasting moet betalen. Ja, het is allemaal 13 procent, niet veel, maar opnieuw alles leren, dus vanaf de kinderschoenen. 3. De olieprijs en de prijzen van andere delfstoffen gingen omhoog. En dat werd in die pot verzameld. En minister Koetren zie ook, dat is ook een patriot, een liberaal. Hij was wel voor vrije markt, kan ons land dat al aan. Maar desalniettemin heeft het een heel goed beheer gevoerd. En dat maakt dat er een fonds is in Rusland, maar zo kundig beleid is gevoerd. En wat werd er op de eerste plaats van, die, van dat fonds betaald? En daar gaan we weer, waar je zo naar verlangt in zo'n groot land. Ja, dat is wat ik u zei. Hier worden de scholen weer op poten gezet. De lonen uitbetaald, pensioenen aan die noordelijke ijszee. Hier worden dus ziekenhuizen weer opgezet bij het Baikalmeer. In Moskou en Petersburg en Jekaterinburg en Volgograd... ...hebt u uiteraard privé-klinieken voor het mensen die het kunnen betalen. Maar ook de staatsziekenhuizen. Ik word er niet meer zo verdrietig van. Zoals in de jaren negentig, waar niets meer functioneerde en bebloede sport schorten... ...tot er met alles in de hal daar liggen en die oude mensen niets kunnen... Ja, het is weer een beetje zoals dat ooit in de communistische tijd was. Uh, ja, wegen worden aangelegd, wat ik u zei, infrastructuur, steden worden opgeknapt om blij van te worden. En iedereen, een Russisch iemand, zal dit uh, beamen. Behalve als u niet in de oppositie zit en, in de, en misschien uh, de jongere groep van de, van de twintigers die. Uh, ja, die, die, die kennen gewoon niet anders. Uh, die zijn daarin opgegroeid als je nu 14, 15, 16 jaar bent. Maar desalniettemin is daar een enorme verbetering geweest. Maar het allerbelangrijkste waar ik het MKB, dus het unieke in de Russische geschiedenis, voor het eerst een middenklasse, een MKB, uh, heeft meerdere. Uh, um, meerdere uh, pogingen gedaan om dat ook aan ons te vertellen. Daar hadden ze meetings over, daar hadden ze conferenties over. Ja, dat, uh, dat zij trots zijn op dat Rusland alle buitenlandse schuld heeft terugbetaald. Alle buitenlandse schuld, denk ik dan. Uh, maar het is inderdaad waar. Inclusief de schulden van de voormalige Sovjet-Unie. Ja? Dus toch is dat knap. Van een failliet land om alle schulden te hebben afbetaald. Als je dat vergelijkt met de Europese Unie, of je vergelijkt dat helemaal met dat Amerikaanse verhaal, geen idee. Ben ik ben geen econoom in. En daar zijn, ze, daar zijn ze echt trots op. En het laatste punt is uh, om alleen dit in grote lijn te doen. Wat uh, ook een regering onder Poetin heeft gedaan aan het landbouwbeleid. Weet u, ik heb heel veel gewerkt met de Duitsers. Ook omdat helaas in Nederland. Uh, wij zijn van oudsher een Angelsaksisch land. Ja, ook al hebben wij veel zaken gedaan met Rusland. Maar de mi middenklasse was weg. Kijk, de Campina's en de Heineken en zo, die gaan altijd wel door. Maar de middenklasse, die had juist zo gestimuleerd moeten worden. Van juist nu liggen er kansen. Maar helemaal na de MH17 is dat uh, juist in Nederland aangeslagen. Maar. En misschien zijn wij van oudsher ook gericht op dat anglo-saxische model, hè? met Engeland en met Amerika. Maar in Duitsland, die heeft altijd in het middelpunt van Europa gelegen en die keken altijd wel wat meer naar de oostenbuur. Dus van de, vooral de Duitse ondernemers weet ik dat ze... Ja, Heel erg veel uh, zaken hebben gedaan, positief zijn, die veranderingen hebben gezien. en ook aan de alarmbel hebben gehangen de afgelopen jaren. We zien alles, veel te Westers. We zijn dat land aan het demoniseren. en, uh, en de regering. Uh, we moeten juist wel, uh, wel, uh, wel met, ze op uh, met een zeker respect ook uh, hen uh, behandelen. Ik uh, vergeet even wat ik daarmee wil zeggen, omdat ik naar nou de afronding ga voordat ik volgende week naar het, uh, het frame ga met, uh, met een stuk, uh, 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 nou ja, de berichtgeving bij ons. Eén ding vergeet ik nou te zeggen. Um, nou. Nummer vier wat ik u zei, dat is dus het beleid van de Russische regering de afgelopen vijftien jaar. Dat is het landbouwbeleid. Oh ja, dat wilde ik dus zeggen. Dat de Duitse staal. Ongelooflijk actief zijn. Grote, grote kolgozen, die vroeger natuurlijk allemaal oud waren en oude koeien en geen tractoren meer en geen goed beleid. Ja, daar hebben vooral de, de Duitse ondernemingen op gezeten. En dan echt niet alleen die hele grote jongens. U hebt daar ook, als ik aan de meneer, uh, meerdere malen mocht ik hem treffen op conferenties. Stefan Dur, geweldige Duitse. Hij heeft het dan wel twintig jaar heel goed gedaan. En uiteraard de juiste man op de juiste plek. Maar hij blijft lopen met zijn mooie grote laarzen aan. tussen de Russische stallen. En hij blijft de Russische mensen ook aansporen. Zo moet je dat doen, zo moet je dat doen. Ja, dus hij had al lang in een prachtige villa of in een groot landhuis in uh, Moskou kunnen rentenieren. Maar hij blijft er lol in hebben met zijn mooie bos met krullen. Loopt hij tussen de koeien door. En iedere keer in een kantine probeert hij weer uit te leggen van hoe je initiatief moet nemen. Hoe je nu uh, um, ja, jezelf moet bekwamen. Uh, uh, enzovoort, enzovoort. Dus uh, de Duitse bedrijven zijn heel actief in heel, heel Rusland. Goed, ik ben in tussentijd met u aangekomen in het jaar 2014. Ja, als laatste wil ik nog even uh, doen voordat we volgende week terugkomen op berichtgeving. Dat is dan uh, hoe het in dat broederland Rusland uh, van Rusland is gegaan. En dat is echt dramatisch. Dus jammer. Dus zoals er dan in dit opzicht wel een opleving kwam in Rusland. Hoe je Poetin ook neerzet, hoe men het niet hier mee eens is, hoe de jeugd een andere mening heeft, wat er allemaal nog gebeuren moet in dat land. Ja, dat ook. Zo'n groot land. Maar in Oekraïne, en misschien omdat het grensland is, oe, bij Kraïne grens, bent u dus vanaf 1991 voor het eerst onafhankelijk. Met opnieuw dit, die Westkant. Hoorde bij vroeger het Poolse Rijk en daarvoor bij het Habsburgse Rijk. Maar de, denk ik aan mijn elleboog, zoals ik u dat probeerde uit te leggen. Deze Oostkant. Ja, duizend jaar met Russische mensen bevolkt, getrouwd met, ja, met, met, met Oekraïners. Maar Oekraïne krijgt pas die naam voor het eerst in de 19e eeuw. Maar nogmaals, niet als eigen land, maar als, als, als grote provincie van dat Tsarenrijk. En dus ook in de communistische tijd zijn ze een, uh, een, een, een Unierepubliek van de Sovjet-Unie. Maar uh, ook de Krim, omdat u allemaal op vakantie ging. U ging met elkaar trouwen. Was het geen probleem dat die Krem Russisch was en dat daar de vloot lag en vooral de Russische jongens waren? Maar omdat het land nu in 1991 onafhankelijk was. En hier de armoede ook zo groot was in 1990. Plus, ik zie als reden één presidenten die het land heel slecht bestuurd hebben. Zeg maar ook een beetje zoals Yeltsin, of heel erg corrupt. En de ene president die koos de kant van het Westen. En de andere president ging weer een traai maken naar Rusland. En weer een andere president in het jaar 2004 ging weer helemaal naar de westerse kant. En dan ging in 2010 weer een president naar die kant. Er kwam geen beleid in. En ze waren allemaal corrupt. En ze hadden totaal geen grip op het land. Heel jammer. En nummer twee is de oligarchen. Ik heb ze u beschreven in Rusland. Maar het was een even grote zooi in Oekraïne. En het is helaas nog een zooi. Achmietov, Kolomoisky, Pinchuk, Virshak. Ik weet niet hoeveel andere grote jongens. Zij hebben nog steeds de politieke macht. En zoals dat in Rusland minder is. Met opnieuw alle algeboefde wat daar nog is. Maar niet meer met de politiek mogen bemoeien. En dat de staat weer zijn functie neemt. Zo heb je in Oekraïne oligarchen hebben de macht. Hebben ook de politieke macht. En daarmee stuurloos en eigenbelang. Eigenbelang. En als reden drie is het natuurlijk zo verdrietig voor de Oekraïense mensen zelf. In de jaren negentig, in je armoede, reisde je tenminste nog naar je Russische familie. Je ging wat makkelijker over de grens heen. Ja, er was allemaal nog geen problematiek over, over de krem. Ja, omdat het... Uh, Natuurlijk, Krimbewoners waren wel voor grotendeels Russisch. Maar er was een afspraak gemaakt met Moskou. dat Sebastopol voor een heel hoog bedrag gehuurd werd. Maar ja, echte problemen zag je er nog niet. Behalve die armoede, die gedeelde armoede. En in 2000, 2005 gaat het in Rusland dus deze kant uit. waar ik toch diep respect voor blijf houden. Van zo'n gevaarlijk land op de rails kunnen komen. Zo zie je in Oekraïne. Het blijft chaos, macht van de oligarchen, enorme uh, 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 slecht beleid van de presidenten. Dan de gefrustreerde bevolking. Heel arm, machteloos, gefrustreerd. Maar misschien een van de allerbelangrijkste redenen is, hier komt de westerse inmenging. Een stuk volgende week. Maar die westerse inmenging ligt er niet om. Met alle goede bedoelingen. En mensen uit Nederland. Mensen met handel. Mensen met goede bedoelingen op het gebied van religie. Weet u, ik heb in Oekraïne misschien nog wel meer armoede en chaos gezien. En arme boefjes en criminelen. Maar ook alleen een stuk Hare Krishna s'nachts door de straten heen. Ja, bij min 50. Allemaal zieltjes winnen en gebedsgenezers die daar midden in de nacht op straat zaten. Het land was ook hard toe aan een goed beleid. Maar het kwam niet. En juist in 2010 heb ik mij verbaasd. Ik verbleef heel veel in Kiev voor mijn werk. Hoeveel Joe Bidens, hoeveel Hillary Clintons daar waren, hoeveel John McCains daar waren, hoeveel uh, um, Victoria Newland, ja? Komt in 2014. Hier gaat die Wolfowitsch-doctrine aan het werk. Dat Amerika het recht heeft om in de achtertuin van Rusland te mogen uitbreiden. Ja. Is hier een bedoeling achter? Hebben we hier te weinig van op onze televisie gehad? In hoeverre is het uh, van de Europese Unie? Hebben die een duidelijk beleid gehad? Als in 2013 het heel spannend wordt met al die revoluties. Ja, natuurlijk gun je deze mensen. Die jonge mensen op dat Maidanplein. Veel al 16, 17, 18, 19, 20 jaar. En ook gefrustreerde en ook arme mensen die hun loon niet kregen. Natuurlijk denk je dan: het Westen is onze weg. En vooral als dat in gecombineerd wordt met een, met een mooie worst voorhouden. En dat is niet alleen het gevlaaien van de Clinton Foundation. Van, kom maar, kom maar. Op de gratis meetings krijgen jullie oranje t-shirts. Krijgen jullie allemaal uh, gratis lunches, Oekraïners. Ja? Krijgen jullie marketing, marketingvoorlichting. Uh, uh, um, het is dus niet voor niets hè, dat u ziet dat Zelensky vandaag de dag zo'n enorme goede performer is. Het is dus niet alleen omdat hij cabaretje is. Ja? Maar dat, dat land is natuurlijk al vier of vijf of zes jaar lang, wat nog, nog langer, vanaf 2014 is dat land al, al getraind in wat social media kan doen. Ziet u een heel duidelijk verschil. Russen zijn nog veel meer op slot. Hebben veel minder ervaring met hoe je je moet presenteren. Gaan we weer ja, met dat denken van ons 800 jaar lang. Wij weten hoe je iets moet verkopen. Wij weten hoe je iets door de brievenbus moet doen. Van een koopje hier en een koopje daar. Of hoe je jezelf op social media gaat neerzetten. Het ja, zit helemaal in dat westerse denken. Maar Amerikaanse PR en die gratis trainingen. Oh, wat kwamen die bij Oekraïners ook goed binnen. Daar ziet u het ook aan. En verder is natuurlijk niet te vergeten. Alle wapenleveranties zijn al heel lang aan de hand. Verder is natuurlijk de NAVO al veel langer actief in, in, in Oekraïne. Met dus als laatste punt een Poetin en een Russische regering die ontzettend pro-Westers is, die het land zelf weer op de rails hebben gehad, die waarschijnlijk ook te laat hebben doorgehad dat er voor hen geen plek is, no place for Russia, krijgt ook te maken in 2008 met een NAVO-uitbreiding. En dat is waar Poetin voor het eerst assertiever wordt en zijn mond open doet bij de NAVO-conferentie en zegt aan Jaap de hopscheffer van we hebben nu al die uitbreidingen gezien. Uitbreiding 1, met Polen, Hongarije en Tsjechië. Uitbreiding 2, in 2004 al met Estland, Letland, Litouwen, Bulgarije, Roemenië, Slowakije en Slovenië. En nu gaat u naar uitbreiding 3 en dat nota bene in onze achtertuin. Natuurlijk, zegt een Nederlander die zich niet zo met de stof bezighoudt. Ja, maar Oekraïne is toch vrij? Mocht toch zelf bepalen wat ze willen? Ja, ik ben ook voor vrijheid. En ook voor onafhankelijkheid. Maar we vergeten even de geopolitiek. Dat ook als. Het nog maar een paar jaar geleden is dat Amerika zei, bij Cuba, daar willen wij geen Russische raketten hebben. Ja, dus dat werd niet getolereerd in de achtertuin van Amerika. En zo heeft Poetin in 2008 aangegeven bij Amerika, bij de derde uitbreidingsgolf, willen jullie nou niet Oekraïne uh, opnemen in de, in, de, in de NAVO? Maar daar werd weinig mee gedaan. Heel even werd dat weer gezust. Van nou ja, over een paar jaar, maar dan komt dat gewoon iedere keer weer terug. Waarom hebben we dat land niet neutraal kunnen houden? Wat was daar toch zo erg aan geweest? En op de tweede plaats, ik ben voor onafhankelijkheid. Als ik niet de inmenging had gezien, hoe het land gepusht is. En omdat ik met eigen ogen daar die Joe Biden zie... Tot en met de zoon van Joe Biden en de kinderen van, of, of familieleden van Nancy Pelosi. Tot en met familieleden van Kerry. Die allemaal in Oekraïne welkom waren. En allemaal mooie posten kregen en allemaal Amerikanen in de achtertuin van Rusland. En dat is bij ons minder bekend. Dus die combinatie van twee heeft de Russen argwanend gemaakt. En los van dat ontzettende pro-Europese gedachtegoed van mijn Russische vrienden. Van ik weet niet hoeveel regeringsleiders, van zakenmensen, van zelfs Navalny-aanhangers, van, van elite, Westerse elite. Dat was absoluut een punt gericht op Europa. Maar bepaalde Russen zijn, één, in de jaren negentig iets wakker geworden. Zijn daar ook gepasseerd. Hebben ook dat gevoel van, ge, geschrokken zijn van, maar Europa zou ons toch helpen? Ja, of zou ons toch opnemen in dat Europese huis? In de jaren negentig zijn ze al ietsjes, ietsjes uit, dat naïviteit, of uit die naïviteit gekomen van, jezus, er is ook wel geplunderd bij ons. Hè? Of die Europeanen en Westerlingen en Amerikanen hebben ook wel heel veel genomen. Hè? Dus daar begint een stuk trots te komen. En dan die uitbreidingen van die NAVO, die komt er bovenop van. Ja, Jullie hebben toch je woord gegeven. Ja, en dat was toch. Uh, dus dat is heel slecht gevallen. En dan heb ik nog een beetje aan dat David-Goliath-gevoel van, van, van jullie. Uh, jullie denken toch alleen maar dat jullie bepalen op de wereld wat er gebeurt. Dus hier zit in, in het kort ja, de basis van toch de frustratie die vandaag de dag als los is geslagen. En volgende week kom ik dan terug op de... Op het uh, op stuk media. En natuurlijk wel wat vanaf de Russische kant. Maar ik durf me dit te permitteren, omdat we hebben dertig jaar lang vanaf de westerse kant gehoord En het is enige wens en de enige vraag om je wat te verplaatsen in een ander. Waarom? Waarom het allemaal zo uit de hand is, gelo hand, hand is gelopen. Hè? Tot volgende week. ja mm -hmm.